Behalwe vir die aanklag van bedrog, wat so wat R26.000 beloop, onderzoek die politie nog 26 klachten van bedrog teen Renet Wright, haar man Hendrik en hulle sekretaresse Salome Klopper. Wright, eienaar van Zambesi Toure en Safaris, het glo geld vir vakanties by kliënte gevat, maar dan spoorloos verdwijn sonder dat het diens ooit gelever is. Die politiese onderzoekbeamte in die saak, Constable John Ramolo, het getuig die vrouwe moenie op borgtog vrygelaat word nie, omdat hulle reeds probeer vlug het. Ramolo sê die Wright echtpaar se huurhuis was leeg en hulle het kleren en een yskas vir die huishulp gegee. Volgens Wright se regsverteenwoordiger is haar man steeds in een bedenkelijke toestand in die hospitaal nadat hy homself op 24 juli geskiet het. Hendrik Wright sal ook aangekla word van adjudant-offisier Ben Strydom se moord. Strydom is doodgeskiet toe hy Wright in hegtenis wou neem. Landros Pierre Wessels het borgtog van R10.000 aan Klopper toegestaan en sê dit lyk of die staat self nie seker is wat haar aandeel in die beweerde bedrogspul was nie. Sy sal eers môre die borgtog geld kan betaal. Renet Wright sal tot maandag in aanhouding bly wanneer sy weer in die hof verskyn. Landros Wessels het nog verskeie vrae oor haar onderneming gehad, sowel as waar sy gewoon het voor haar inhegtenisneming. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Pretoria Noord.